Hi, ik ben Awoura Simpe en vandaag ben ik in FOAM Fotografie Museum Amsterdam, waar ik samen met Iris, museumdocent, twee werken ga bespreken uit de huidige tentoonstelling Vivian Meyer Works in Color. We kijken hier naar een van de oudste werken van Vivian Meyer uit deze tentoonstelling uit 1956. Ik ben heel erg benieuwd waarom jij dit werk hebt gekozen. Nou ja, dit werk sprak me aan omdat deze vrouw heel duidelijk een teken maakt met haar handen, maar ook heel duidelijk dat teken verbergt achter haar rug. En ik vraag me af, wat betekent het? Waarom verbergt ze het? Voor wie verbergt ze het? Dat is eigenlijk inderdaad het eerste wat opvalt, hè, aan deze foto, dat zij haar handen achter de rug houdt en in een bepaalde houding houdt. Nou, in de ene hand maakt ze een vuist en voor mij vertegenwoordigt dat een bepaalde emotie, of dat nou woede is of juist kracht of teleurstelling. En de andere hand, die is open en die lijkt die vuist in bedwang te houden, alsof ze die passie of die emoties moet indammen. En misschien vertegenwoordigt dat ook wel iets in haar leven. Dus dat ze heel veel zou willen, dat ze heel veel passies heeft, maar dat ze dat niet zou kunnen uiten of dat ze daar de vrijheid niet voor heeft. Ja, precies. Wat een mooie interpretatie. Volgens mij heeft ze ook, als je goed kijkt, heeft ze haar pink vast. En ik krijg ook een beetje een nerveus gevoel van. Dat ze misschien ergens op staat te wachten en tegelijkertijd met haar handen heel erg bezig is. Nou, het standpunt van deze foto is dus vrij laag, eigenlijk op heuphoogte. En dat komt dus omdat Vivian Meyer een camera had die ze ook gebruikte op heuphoogte, een Rolleiflex. Als je dan naar beneden keek, dan zag je via een soort spiegeltje dat je dus voor je zag op heuphoogte. En daarmee kon je dus eigenlijk stiekem foto's maken van mensen zonder dat zij het door hadden. En ik denk dat Vivian Meyer dat zelf ook wel heel erg leuk vond. Dat zij zag zichzelf ook als een soort spion, dat zei ze ook altijd. Dat ze zo stiekem foto's ging maken van mensen. En dat past ook wel bij haar als persoonlijkheid. Ze was een heel, een beetje gesloten, mysterieus type. En fotografie was eigenlijk een soort van haar private passion. Wat ze niet echt deelde met andere mensen of met de buitenwereld überhaupt. Dus het was eigenlijk haar enige emotionele en creatieve uitlaatklep daarin. Misschien dat ook wel de reden is dat ze het ook niet wilde delen met de buitenwereld. Want dan stel je jezelf ook heel kwetsbaar op. En het was echt iets van haarzelf. En dat past misschien ook wel mooi bij deze foto. Omdat dit ook best wel een soort stiekeme en mysterieuze foto is. Wat ook veel vragen bij je oproept. En dat past ook bij het verhaal van Vivian Meyer zelf. Het is ook een verhaal vol vraagtekens eigenlijk.